De verhoging van de omzetbelasting naar 12% zal geen groot effect hebben op de productiesector. Ismael Kalaykan, directeur van belastingen, zegt dat de onlangs aangenomen wet mogelijkheden biedt voor vrijstellingen op de import van grondstoffen. Ik zeg niet dat het geen effect zal hebben, het zal enig effect hebben. Zoals ik al eerder zei, grondstoffen zijn vrijgesteld, dus daar heb je geen last van. Daarnaast zijn er, als je investeert, hè, dus als je een bedrijfsmiddel binnenhaalt, investeringsgoederen, om je bedrijf op te zetten, die zijn ook vrijgesteld vanaf een bepaald bedrag. Dan betaal je geen omzet. Dus aan de inputzijde in je productie is er geen omzetbelasting. Maar je koopt ook hier spullen, bijvoorbeeld schroefjes en moertjes en boutjes. Waarschijnlijk zit er daar omzetbelasting. Het bedrag daar is zo uit mijn hoofd gerekend, de druk daarvan is 7%. Maar als ondernemer in de productiesector heb je ook recht op aftrek van die omzetbelasting die al in je productie zit. Er staat, en op die aangifte staat ook geschreven dat je het mag verrekenen. Dus het zal enig effect hebben op een product die we hier produceren, maar niet zoveel. Het is niet 12% of 13%, zoals men dat heb ik in de pers gehoord hoor, of 34%. Nee, dat is niet waar. Los van de vrijstellingen die geboden kunnen worden op grondstoffen en investeringsgoederen, zegt Kalaykan dat de overheid niet op alles invloed kan uitoefenen. Zo wijst hij erop dat de overheid geen invloed heeft op de import buiten de grenzen van Suriname. Als de vervoerstarieven omhoog gaan, als de olieprijs buiten Suriname omhoog gaat, als er andere elementen zijn in de producten die je binnenhaalt, ook de grondstoffen die je binnenhaalt, en die dingen gaan omhoog, dan kunnen wij dat niet beïnvloeden. Dan gaan die prijzen automatisch omhoog. Dus er zijn twee zaken die kostprijsverhogend zijn. Zeg maar, je hebt een belastingdeel, maar dat is niet zo'n grote impact, dat heeft niet zo'n grote invloed. En je hebt een niet-belastingdeel waarop we geen invloed op hebben.